Het is kus. Ik wijd open. Het is nu. Het is derde geval te maken. Welkom aan boord, dames en meisjes, jongens en heren. Van welk geslacht u ook bent, van welke nationaliteit en ongeacht uw leeftijd, uw inkomen, uw politieke of geloofsovertuiging, welkom in de bus van Gulaş Travels. Hoş geldiniz. Mijn naam is Yıldız Güler en ik ben vanmiddag uw gastvrouw. Het is een busreis. We vertrekken vanaf de Schouwburg. En dan gaan we naar 3 locaties en dan kan er van alles mislopen. Maar het mooie eraan is dat de mensen niet zullen weten van wat er eigenlijk echt de bedoeling was dat het misloopt en wat niet. Wij doen dit in opdracht van een paar instellingen met een groot hart voor de multiculturele medemens. Cosmopolis Rotterdam en Imaginitie Amsterdam, als ook Productiehuis Rotterdam en de Rotterdamse Schouwburg. Het is zo'n kunstwerk. Ja, het is een kunstwerk, want het is een theatervoorstelling. En dan ook nog een hele bijzondere theatervoorstelling, want we zitten in de bus. Maar alles wat je hier meemaakt, en wij merken al in de try-outs, dat sommige mensen denken, is dit nou echt, weet je, is dit nou gespeeld? Dit is een gespeelde voorstelling, om juist mensen aan het denken te zetten. Dat is meestal in mijn voorstellingen, zitten er vaak heel veel boodschappen. En de mensen mogen kiezen welke boodschap ze meenemen naar huis. Dus het zit vol met stellingen. Ik werk heel graag met stereotypen. Stereotypen zijn een soort vereenvoudiging van de werkelijkheid. En het zit vol met stereotypen en die botsen met elkaar. En ik hoop dat het Nederlands publiek intelligent genoeg is om daaruit eigenlijk een eigen waarheid te kunnen uitdistilleren. De Turkse geest is uit de fles en zie hem er dan maar weer eens in terug te krijgen. De werkdrift en ambities van de Turks-Nederlandse gemeenschap begint Ottomaanse proporties aan te nemen. Binnen het totale veld van etnisch ondernemen vormen de Turkse ondernemers een absolute voorhoede. Ja, en wij als kunstenaars, onze taak is niet om een of andere propaganda te gaan voeren van laten we lekker samen blank en zwart en want dat soort gezever, dat hebben we ook al jaren gehad. En anderzijds moeten we ook de problemen niet gaan opblazen. Ja, dat is wel. Hallo. Hallo. Ja, hiero. We staan hier bij de kunsthal en we gaan het niet hebben over die dingen die gejat zijn. Daar moet je van afblijven met je poten, dat is van iedereen. Daar ga ik verder niks over zeggen. Er hangen wel een heleboel dingen die prachtig zijn. En er is een overzicht tentoonstelling, want 500 tentoonstellingen zijn er geweest in 20 jaar. Dat gaan we vieren. Als je naar de kunsthal gaat, krijg je de kriebels van alle muggen, vlooien, bedsprinkhanen en andere kreupende, zoemende, springende en stekende beestjes. Het is een opwindradio met een slinger aan de achterkant. En het voordeel daarvan is dat hij totaal zonder batterijen en elektriciteit kan werken. Je zou denken dat zo'n concept onmiddellijk door de bedrijven overgenomen wordt, maar niets is minder waar. De ontwerpen... Ja, zo kun je dus ook Willem de Koning bekijken. Heel nieuw idee in de kunsthal. Zijn ze toch goed bezig? Hey, hallo. Leuk dat je er bent. Wacht even. Hey, je zag me natuurlijk al wachten toen je binnenkwam. Toen stond ik al te wachten. Och, ik sta al zo verschrikkelijk lang te wachten. Sinds ik... Als je kunst wil zijn, moet je verzet tonen. Mijn naam is Vincent van der Ville, ik ben historicus en samensteller van de tentoonstelling British Sportscar Design, hier te zien in de kunsthal in Rotterdam. Ik heb het voorrecht deze tentoonstelling te mogen openen en toen ik hoorde van het onderwerp dacht ik, ja, dat is buitengewoon interessant. Jaar klachten. Ja. Wat doen jullie? Hoe pak je zoiets aan? Nou, er loopt onze flowchart.
En dan ga je dus steeds je antwoord geven en dan ga je weer verder. En op een gegeven moment kom je bij een... Bijvoorbeeld, zijn de informatiebordjes goed leesbaar? Nou, als het dan dit laatste antwoord is, dan druk je op ja. Dan ga je hier, ja, deze staat nog een beetje vast, zijn we mee bezig. Maar dan kan je dus hier kan je zo je balletje doorheen gooien. Oh, je moet je balletje er doorheen. Ja, en dan vervolgens... De kunsthal in Rotterdam bestaat alweer 5 jaar. Moois ging op felicitatiebezoek en werd door directeur Wim van Krimpen rondgeleid. Ram, ik ga het ook niet helpen, maar ze willen dat ik langs mensen loop die iets met de kunsthal te maken hebben. Ja, ik ben betrokken geweest bij de geboorte van de kunsthal in het college van burgemeester en wethouders. Dames en heren, goedemiddag. Mensen zijn al duizenden jaren lang geïnteresseerd in katten. Ja, de poes die was er altijd al, in tegenstelling tot de meeste huisdieren die door de mens gemaakt zijn. De hond die hebben ze van een oude wolf gemaakt, maar de poes die was er altijd al. Daar hangt hij dan, Koolhaas, de architect. Nou, een architect, maar wel een grote architect. Van de kunsthal. Kom. Hier op het balkon is het prettiger. Het is mooi hier. Ik zit hier zo vaak als ik kan. Ik heet Caroline. Ik ben Roberts vrouw. Mary, aangenaam. Fanny McEwen, Amsterdam. Aan Chesapeake. De troost van vreemden. Zwarte honden. Zaterdag. Boetekleed. Ziek van liefde met de allermooiste beginscène in de hedendaagse literatuur. En natuurlijk... Suikertand, zijn laatste boek. Ian McEwan is een van de grootste levende schrijvers van dit moment. Hij schrijft spannende boeken over mensen die wij kennen of die wij willen zijn. Ben je erg dol op je vriend? Colin, bedoel je? Ik hoop niet dat je het erg vindt. Ik moet je iets vertellen. Ik ben in jullie kamer geweest en heb naar jullie zitten kijken toen jullie sliepen. Ik heb een half uur gekeken. Ik hoop niet dat je boos bent. Nee. Ik vond het beter om het je maar te vertellen. Even een paar dingetjes. Als zij met die bekentenis komt van... ik heb zitten kijken en bij jullie... Dat is echt idioot. Ja. Je kan dat alleen niet laten zien aan haar... Want je bent de gast. Mag ik wat vragen? Ja. Het stuk gaat over liefde. Ik vind het ook heel geil. Ja. Nou, ja. Er hangt iets in de lucht. Hoe zeg je dat? Kijk, die twee, Colin en Mary, gespeeld door Joost en Laura, die zijn op vakantie in Venetië. Ja. Wie ooit in Venetië is geweest, weet dat je daar makkelijk verdwaalt. Dat doen zij dus ook, voortdurend. Maar ze verdwalen ook in hun eigen relatie. En zij worden gezien door iemand die daar woont in Venetië, een man, Robert. Hij zit hen achterna, voert hen dronken en neemt hen mee naar zijn huis. Helpt hun. Helpt hun, de troost van vreemden, vangt hen op. En dan begint er een spel waarvan ik de afloop niet kan verklappen. Nee, maar als de foto's van je genomen worden als je slaapt... Dat is natuurlijk, dat deugt al niet. Hè? Nee, maar het is wel spannend. Ja, dat is het zeker. Met verliefd bedoel ik dat je alles voor de ander over hebt en dat je hem alles met je zou laten doen. Alles is een groot woord. Als je verliefd bent, dan zou je zelfs bereid zijn je door hem te laten doden. Als het moest. Als het moest? Dat is wat ik onder liefde versta. Het gaat heel erg over die rare, verknipte Engelse geest en gedachten over seks en liefde. Wat ik er zo goed aan vind is dat de voorstelling of het boek eigenlijk geen verdere uitsluitsel geeft. Maar er wordt van alles gezegd door de personages en er wordt van alles gezegd door de situatie waar de personages zich in begeven. Over moeten mannen sterk zijn? Vinden vrouwen dat leuk? Of juist niet? Of moet je gelijk, bestaat er iets zoiets als gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in relaties? Dit is Caroline, de vrouw van Robert.
Colin! Ga zitten, Colin. Heb je het naar je zin hier? Ja, behalve dat we telkens verdwalen. Natuurlijk, jullie kleren! Helemaal vergeten. Ik heb ze gewassen en gedroogd. Oh, dat is erg aardig van je. Ze hangen in de gesloten kast in jullie badkamer. En voor mij gaat het echt over het vernietigen van een verleden en schoonheid. Het is een heel complex verhaal. En, maar snap je? Ik snap het wel, ja. Ik snap het wel. Voor mijn personage is het een heel ander verhaal dan voor Ruud. Ruud is degene die de schoonheid kapot maakt. En ik speel één van de twee die met open ogen ergens inlopen. En tot, hoewel ze heel veel signalen krijgen dat het fout zou kunnen gaan, toch blijven geloven dat het niet fout gaat. En dat snap ik weer heel erg goed. Had jij dan al van me gehoord? Caroline is binnengekomen om naar ons te kijken terwijl we sliepen. Oh, is dat zo? Je sliep zo vredig. Net een baby. Baby's kunnen erg boos zijn in hun slaap. Oh, maar hij niet. Ik weet zeker dat hij altijd lief is als hij slaapt. Maar ik ben geen baby. Ik zei ook niet dat je een baby was. Ik zei alleen dat je sliep als een baby. Het zal niemand ontgaan zijn dat Bonheur een negatief advies heeft gekregen van de ERKC. Belachelijk. Dank je. Maar, en ik dacht, laat ik eens langs de boekenkast lopen. Ik heb expres de beslissing uitgesteld van wat we dit najaar zouden gaan doen. Eerst advies te krijgen en dan te zien hoe ik daarop zou kunnen reageren, als ik erop zou willen reageren met een voorstelling. En toen viel mij deze titel op in de kast. En ik kende het boek wel, dat ben ik toen gaan herlezen. En toen dacht ik, het raakt mij wel. De troost van vreemden. Je denkt dat je veilig bent. Je denkt dat je geborgen bent. En uiteindelijk is dat helemaal niet zo. Robert wil graag dat jullie bij ons blijven eten vanavond. Hij zei dat ik jullie kleren niet mocht teruggeven voordat jullie het hebben beloofd. Nou, ik heb erg honger. Ik zou liever eerst mijn kleren terug hebben voor ik beslis. Dat begrijp ik, maar Robert stond erop. Toe, zeg dat je zult blijven. We krijgen zo zelden bezoek. Ik zou het zo heerlijk vinden als jullie ja zeiden. In ieder geval zeg ik tegen iedereen die mij vraagt waar het over gaat. Waar gaat het over? Vatten die ze ineens in samen? Nooit met vreemde mannen mee naar huis gaan. Nooit doen. Ah. En mag ik dan nu de sleutel? Ja. Ik zou me prettiger voelen als ik wat kleren aan mijn lijf heb. We zouden town worden. Mensen moeten gaan komen naar deze prachtige voorstelling. Ja. Zeg even wanneer vanaf? 2 november is de première en dan spelen we tot 2 december. En dat is de laatste voorstelling. Van woensdag tot en met zondag. De troost van vreemden. Bij Bonheur. Zijn mannen toch lief als ze verlegen zijn? Vertel eens. Oké. Jullie zijn goed nou, hè? Alsjeblieft. België, qua uivervoetbal? Ja, we zijn keigoed, man. Echt, we zijn hoor. Topvoetbal nu. Maar dit gaat niet over voetbal, beste mensen. Dit gaat over een Rotterdams Philharmonisch Orkest die volgende week bij de buren gaat spelen in Doelen. Onder chef Yannick van een magistraal Eindeutsche Requiem van Brahms. Het is een humaan meesterwerk dat een goede uitvoering zal verzorgen of zal zijn. Of, wat is dat voor zin? Wat is dat voor zin? Ik ga het nog een keer opnieuw doen, hè. Het is een humane meesterwerk dat in een goede uitvoering van hart tot hart gaat. Maar dat zal wel lukken daar. Waarom zetten jullie, wat zal het lukken? Zal het misschien, kan het zijn dat het mislukt? Het kan mislukken. Het kan mislukken ook. Maar deze keer zal het niet mislukken. Ik ben Gulshan. Ik ben Jack. Hi. Van Gulles Travels. Top onderneemster. Een STO van de bovenste plank. Ja. Hoe is het om met hem te werken? Is hij een beetje aardig voor je? Ai.
Knippen. Nou ja, het thema was eigenlijk de reden waarom ik meteen ja riep. Dat wil ik heel graag doen. Niet het geld, maar het thema. Zeker het thema, ja. Kijk, we willen niet een super succesvol verhaal vertellen, maar ook niet een super mislukt verhaal. Dat grijze gebied, dat vonden wij interessant. En daar ligt denk ik een beetje de waarheid. Waar woon jij? Ik woon in Rotterdam. In Rotterdam. Ja. En hoe kom je dan naar Belg? Wij hebben elkaar ontmoet toen ik de toneelacademie deed in Maastricht. En toen moest ik een solo doen. En toen heb ik heel bewust voor Chokri gekozen of hij mij wilde coachen daarin. Ah, soms is het zo lekker om even wat te zien. Even het leven stil te zetten. Dan ga je zitten op een bankie en dan komt de wereld naar jou toe. Als die bankies die niet waren. Maar kijk nou ook eens naar het bankie. Een hele discussie geweest zo van wat levert migratie ons nou eigenlijk op. In dat onderzoek waar we ons op baseren, nou, wordt echt gesteld van ja, weet je, Nederland is ook ongeduldig. Je moet één generatie wachten en dan zie je dat het ons als samenleving iets oplevert. En Gül, onze gids van de bus, die laat zien hoe ondernemend ze is en hoe ze met bepaalde vragen uit de samenleving gewoon geld weet te maken. En niet alleen om het geld maken, maar ook om onze dienst te bewijzen. Omdat wij graag ja, op een bepaalde manier, ik wil niet te veel prijs geven, maar op een bepaalde manier begraven willen worden. U gaat het met eigen ogen zien. Wij hebben een interessante route voor u uitgestippeld. Hier naast mij zit Attila, die ons veilig door het verkeer zal loodsen. Mag ik even een klein applausje voor Attila? Want we willen allemaal succesvol zijn. En we hebben ook heel veel aandacht en belangstelling voor de mensen die succesvol zijn. En, ja, en de rest zijn losers. En dat is ook wel iets die mij bezighoudt. Want ik wil ook succesvol zijn. Maar ja. Voor welke prijs? Is dat een miljoen op je bankrekening? Of is dat lekker in het park zitten? Kijk, deze voorstelling wordt ongelooflijk succesvol. En dan ga ik naar de Bahama's en dan ga ik gelukkig zijn. Nee, maar inderdaad, al die vraagstellingen van... Ja, en dat komt wel in de voorstelling voor, omdat je dan een persoonlijk verhaal hebt. Ik ga naar de Bahama's. Ja, jij naar de Bahama's? Vakantie of heb je daar een huis? Nee. Nog niet. Ik ga wel kijken.